Robert Huisman, programmaleider Dementiezorg voor elkaar. Wat is ongeveer de portée van wat u verteld heeft net op het podium? Ja, ik heb de combinatie gemaakt van de inhoudelijke urgentie over toenemend aantal mensen met dementie nu echt tot betere organisatievormen te komen. Door de netwerken dementie, maar ook vooral door de verbinding van wonen, zorg en welzijn. Omdat dat allemaal bij elkaar moet komen achter de voordeur van de mensen met dementie. Die dat zelf eigenlijk niet meer kan, doordat de regie en zelfredzaamheid door de ziekte natuurlijk afbrokkelt. En het is allemaal helemaal niet zo makkelijk of zelfs maar overzichtelijk. Want er is niet eens bekend om hoeveel mensen het nou eigenlijk gaat, toch? Ja, dat klopt. We baseren Alzheimer Nederland laat ons ieder jaar getallen zien. We zouden nu zo'n 270.000 mensen met dementie hebben. En dat zou oplopen naar meer dan 500.000. Maar dit zijn extrapolaties op basis van eigenlijk maar één epidemiologische studie in Rotterdam en omgeving. Wat al 15 jaar geleden gebeurd is. Dus we registreren met elkaar niet hoeveel mensen met dementie er überhaupt zijn in Nederland. En waar ligt dat dan aan? Want het idee is natuurlijk, het idee heerst dat in de zorg alles werkelijk bijgehouden moet worden en geregistreerd. En dat de administratieve lasten daardoor zo ontzettend hoog zijn. Maar waarom wordt dit dan kennelijk niet gedaan? Ja, als je daar nou eens de vingers achter kreeg, hè, dan zou je er... De eerste lijn, de huisartsen, heeft natuurlijk een belangrijke rol hierin. Maar ook al daar varieert het hoe dat wordt vastgelegd in het huisartseninformatiesysteem. Is dat met een code of met een vlaggetje of met een ruitertje? Dat is allemaal jargon voor. Is het allemaal wel in beeld bij de huisarts? Er zijn nog veel mensen zonder diagnose die thuis wel van alles hebben. Maar waar geaarzeld wordt om dat ook te beslechten met een officiële diagnose. Maar verderop in de zorg, de WMO bijvoorbeeld, de gemeente, registreert geen ziektes van mensen. En dat is voor een deel misschien ook wel gewoon terecht, maar daardoor weten we het niet. Hetzelfde geldt eigenlijk ook de thuiszorg. Die legt geen diagnose van de mensen vast. Die hebben het over algemenere beelden, cognitieve problemen. Maar daar mensen met dementie uitfilteren is niet te doen.